zit op dit moment bij Zuid-Holland metaaldetectors. En ik heb de twee ringen die ik de afgelopen weken gevonden heb meegenomen. En die gaan we toetsen. Ik heb een toetssteentje. Die heb ik net schoongemaakt. We hebben daar een soort gumblokje voor en een beetje vettig iets. En ik heb hier ook allemaal druppelflesjes. 8 karaat, 14 karaat, 18 karaat, 21,6 karaat. Ik ga een streepje hierop zetten, opkruisen. En dan pak ik de druppeltjes. Op het moment dat die verdwijnt, dan moet ik lager gaan. Op het moment dat die blijft staan, mag ik hoger gaan. Ik ga beginnen met dit ringetje. Er staan wat stempeltjes in. Er staat een 10 in. Dat zegt al iets. Voor de rest van de stempeltjes zijn heel moeilijk te lezen. Ik ga hiermee een krasje maken. En dan ga ik de eerste vloeistof erop doen. Nou, zoals jullie zien heb ik een streepje gezet. Dat is het goud wat achtergebleven is op het steentje. En ik ga beginnen met 18 karaats, omdat ik hoop dat dat het is. Altijd heel voorzichtig, want het is zuur. We leggen er een flinke druppel op. En hij blijft gewoon staan. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hij blijft gewoon staan, de streep. Dus dat houdt in dat hij hoger is dan 18 karaats. Dan gaan we naar 21,6. Hoger flesje heb ik niet. Nou, jullie willen het niet geloven, maar hij blijft gewoon staan. 21,6 karaat en hij blijft staan. Dan weet ik niet of het 24 karaat is, maar hij is in ieder geval hoger dan 21,6. Dus wat zeggen we dan, Ruud? Aai, tel, buur. Dit is alvast een goeie. Dat is het beste. Nou, de tweede. Ik ga op dezelfde manier weer een krasje maken. Of Nou, ik merk al dat deze harder is. Een flinke streep. En we beginnen weer bij 18 karaat. Streepje erop. En ook die blijft staan. Dan gaan we naar 21,6. Een lekkere druppel erop. En ook die blijft staan. Ik kreeg de vraag, hoe komt zo'n ring nou binnen? Ja, dat verschilt natuurlijk of die in de grond zit of die niet in de grond zit. Hoe dik de ring is. Ligt die op zijn kant of ligt die overdwars? Dus dat valt niet helemaal mee om daar een goed antwoord op te geven. Maar ik kan wel een klein beetje een indicatie geven. ...45 komt hij binnen. En dan zal je zien dat deze is veel dikker. En het karaatsgehalte zal waarschijnlijk ook iets lager liggen als die. Die komt 69. 66.
45. Dan zijn er natuurlijk ook kijkers met een andere machine. En omdat ik hier ook bij Zuid-Holland metaaldetectors ben, kan ik kiezen. Dus ik ga er nog een machine bij pakken die veel gebruikt wordt. Ik ga er gewoon eentje uitkiezen. Nou, de 400i is ook een model wat veel gebruikt wordt de laatste tijd. Het is een hele fijne machine. En als je begint met de hobby en je wil iets voor jaren goed hebben, waar je echt nog wel even mee vooruit kan, dan is zo'n 400 is natuurlijk hartstikke leuk. En ook daar komt hij natuurlijk goed op binnen. Dus gaan we kijken waar hij daar op binnenkomt. Dat is een 64 voor de dunne. En een 77 voor de wat dikkere. Nou, heel opvallend. De Macro Razer 2. Die gaat ons een heel ander verhaal vertellen. 22 voor deze. En 36 voor deze. Ik ga kijken of ik met de instellingen wat kan doen, maar ik denk dat dit echt is. En zo zie je maar weer. Graven, graven, graven en nog eens graven. Ook als je denkt dat het niks is. Want als jij op het veld loopt en je denkt, ach, 37, dat zal wel een stukje folie zijn. Dan loop je hier overheen.